Na 13 jaar komt Fiat met een compleet nieuwe 500. Ja, op het eerste gezicht ziet het misschien niet, maar deze auto is echt werkelijk van voor tot achter nieuw. Hij is aan alle kanten groter geworden, maar het grote nieuws dat schuilt onderhuids. Er zijn geen verbrandingsmotoren meer, hij is alleen maar puur elektrisch. Was er van de vorige generatie voor de Amerikaanse markt ook al een elektrische variant, maar daar heeft dit niets mee te maken. Het is een compleet nieuwe ontwikkeling. Daar hebben ze in Turijn behoorlijk hun best op gedaan. En ik zeg met name Turijn, want Fiat dat schurkt wel tegen PSA aan, Peugeot, maar het heeft bijvoorbeeld niets te maken, zeggen ze, met een elektrische 208 of een elektrische Corsa. Maar goed, we hebben maar heel korte tijd om met deze auto te rijden, want de grote presentatie die komt volgende maand. Maar we willen toch even van de gelegenheid gebruik maken om hier in Turijn een rondje met het ding te rijden. Dus dat gaan we nu snel doen. Nou, qua techniek zien we eigenlijk weinig verrassingen. Ik bedoel, ja, iedereen gebruikt natuurlijk water om thee te zetten. En dat betekent bij deze auto dus ook gewoon een welbekend accupakket onder de vloer. Voorin een elektromotor met de vermogenselektronica. Het is een driefase synchroonmotor. En ja, dat is techniek die we overal zien. Of bij veel andere merken ook zien. Onder andere ook bij PSA. En nu we het toch weer over PSA hebben, de getallen, de prestaties die komen ook redelijk overeen met de auto's die we bij PSA kennen. Met een vol accupakket, en dat volle accupakket is dan 42 kWh, komt deze auto volgens de WLTP 320 km ver. Nou, een elektrische Corsa zou 330 km ver moeten komen. Dat scheelt niet zoveel. Overigens, toen we vanochtend instapten, toen zei het dashboard bij 100% 240 km actieradius. Dus nou ja, goed, dat is ongeveer waar je het mee moet doen. De motor met zijn 118 pk maakt van deze auto een lekker rap stadskarretje. Het onderstel is daar ook mooi op aangepast. Het is eerder aan de dynamische kant dan aan de comfortabele kant van het spectrum. Net niet te stoterig, dus het is wel goed uit te houden. En opmerkelijk genoeg is de besturing dan weer iets meer naar de comfortabele kant. Het is niet heel communicatief, een beetje afstandelijk en gevoelloos. Maar ja, voor dagelijks gebruik natuurlijk prima, het gaat lekker licht. Zeker als je met je mode-accessoire door de drukke ochtendspits moet. Van het remsysteem hebben ze serieus werk gemaakt bij Fiat. De overgang tussen regeneratief remmen en mechanisch remmen, dat gaat nagenoeg naadloos. Dat is een hele mooie soepele overgang. De auto remt in de normale rijmodus niet of nauwelijks op de motor. Dat is echt minimaal. Wil je wel meer rem op de motor, en dat kan ongeveer tot 0,3G, wat je ook bij andere elektrische auto's ziet. Dan moet je hem in een andere rijmodus zetten. Dan heb je bijvoorbeeld de range modus. Dan remt hij meer af op de motor. En dan is er daarnaast ook nog de Sherpa modus. En dan gaat die auto echt alles in werking zetten om jou thuis te brengen. Dan gaat alles op eco. Dan is de lol er ook wel een beetje af. Maar goed, het kan. Omdat het hier een eerste kennismaking met een prototype betreft, hebben ze bij Fiat gezegd van, het gaat alleen om het elektrisch rijden dit keer. Alle elektronische hulpsystemen, automatische cruise control, rijbaan assistentie, spraakbesturing, dat hebben we uitgezet. Dat is allemaal nog een beetje beta, dat komt later. Maar ja, beoordelen op het feit dat het een elektrische auto is, dan hebben ze bij Fiat serieus hun huiswerk gedaan. Maakt een goede indruk, in ieder geval een goede eerste indruk. Ja, en opmerkelijk is ook dat deze auto niet zoals alle andere 500's in Polen gebouwd wordt, maar echt in Turijn, de T van Fiat, hè, Turijn. En daar zijn ze trots op en dat mag je weten ook. Overal in de auto zie je verwijzingen naar Turijn. Hier op het dashboard zelfs de skyline van Turijn. En hier in de handgrepen staat ook nog een meet in Turijn. Met een silhouetje van de oude 500 erbij. Kwam ook uit Turijn. Nu ik toch bij die portieren ben, er zit een soort startknop op de portier. Maar dat is gewoon om de deur te openen. Als je erop drukt, dan springt die automatisch uit het slot. Overigens lijken ze daar bij Fiat niet helemaal zeker van. Dus onderin in het portiervak zit ook nog gewoon een ouderwetse hendel. Kun je de deur ook mee openmaken. Ja, zo is het ook. Al met al kan deze auto Fiat prima helpen de gemiddelde CO2-uitstoot te reduceren. Want ja, die is er natuurlijk bij het merk nog steeds wel met de gewone benzine- en dieselmotoren. En ja, dat maakt Fiat minder afhankelijk van Tesla. Want daar wordt nu de niet uitgestoten CO2 opgekocht.
om in Europa aan de CO2-eisen te voldoen. Dus ja, de eerste indruk die we na deze korte rit hebben is toch zeker wel positief.